Goedemiddag, Vetti. We zijn hier vanmiddag in Nijkerk bij Sparta Nijkerk 2, de koploper. Hoe ga je deze wedstrijd in? Nou, we gaan natuurlijk om deze wedstrijd om te winnen. Wij moeten de aansluiting blijven houden. Dus wij zijn eigenlijk genoodzaakt om deze wedstrijd te winnen. Dan wordt de competitie spannend. We moeten nog twee keer tegen ze. Dus vandaag en de allerlaatste competitiewedstrijd van het seizoen. Dus in dat opzicht is de competitie nog open. Het wordt een hele zware klus. De ploeg die is niet te vergelijken met vorig seizoen. We staan bovenaan. Ze doen het goed. Ik denk dat er ook bij het eerste elftal een ander is veranderd bij deze club. Waardoor ook de tweede gewoon goed presteert. Nou goed, wij hebben ook eigenlijk een heel goed ploeg. We hebben een heel goed team. Hier en daar hebben we halverwege het seizoen een paar gelijke spelen gehaald. En dat heeft ons heel veel punten gekost. Maar we hebben een heel goed ploeg en we zullen het zien. We hebben een poosje weer niks gedaan. Daar bedoel ik mee van dat we geen competitie hebben gehad. We moesten de zaal in, we moesten van alles en nog wat te bedenken om aan intensiteit te doen. Dus in dat opzicht ben ik even benieuwd hoe mijn spelers uit die periode komen. Maar ik denk dat ook tegenstander ook last heeft gehad. Dus we zullen zien, het wordt in ieder geval twee teams die bovenin staan. En die denk ik allebei een mooie wedstrijd willen maken. Aan de andere kant speelt vandaag ook Barneveld tegen Wieren. Dus het is nummer 2 tegen nummer 3, nummer 1 tegen nummer 4. Dus het is een mooie dag vandaag. We zullen het zien wat het wordt. Troost, die is ook nog op vakantie. Dus in dat opzicht missen we wel een ander spelers. Maar goed, nogmaals, we hebben voldoende kwaliteit om vandaag in ieder geval een goede wedstrijd van te maken. Goed, dan waren we in vraag. En dan was ik je overmerken. Een hele goede wedstrijd tegen Sparta. En dat 3 punten mee kunnen naar de Koebelt in reizen. Dankjewel. Ik sta voor de trainer Michael van Sparta 2. Jullie zijn de koploper. Jullie spelen vandaag tegen SL2 uit Reizen. Hoe ga je deze wedstrijd in? Of denk je om deze wedstrijd in te gaan? Nou ja, we gaan proberen er een goede wedstrijd van te maken. En het is ook al wat spanning erop. Nummer 1 tegen nummer 4. Maar we gaan proberen om lekker te voetballen. Lekker wedstrijdje van te maken. Een beetje zo snel mogelijk de spanning eraf spelen. En dan eens kijken wie aan het langste eind trekt. Maar ik heb wel het idee dat we er helemaal klaar voor zijn. Dus is er nu tegenaan om tegen de nummer 2 te voetballen vanmiddag? Nee, zitten we niet tegenop, want dat zijn de mooiste wedstrijden. Daar doe je het voor. We werken heel hard voor de hele week. Eigenlijk al wekenlang, omdat we natuurlijk een rare winter hebben. Met heel veel vries en afgelastingen. Maar we zijn er klaar voor. En ik heb het idee dat het een mooie wedstrijd gaat worden. Publiek de grote winnaar. Nou, dan hoop ik dat de beste vandaag mag winnen. En de sterkste is, dat zal om 5 uur blijken. Dankjewel voor het interview. Graag gedaan. Ha ha ha!
Jonathan! Hey! 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 Hey!
Chance.